de engelenboodschap voor de dag, dinsdag 15 juni 2022. We gaan kijken welke boodschappen er vandaag voor jullie uit mogen komen. Het is gewoon een algemene dagreading, dus het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Neem gewoon mee wat bij jouw situatie past en laat de rest achterwege. We gaan beginnen met een kaart van The Enchanted Map Oracle Deck. Een heel mooi deck, hele mooie afbeeldingen. En ik ben benieuwd wat er vandaag voor kaart, voor boodschap uit mag komen. Voor woensdag 15 juni 2022. We hebben de krachtkaart. Een hele mooie kaart, de kracht. Ik ga de betekenis erbij nemen voor jullie. Dit is de kaart. Nogmaals. Je hebt de kracht om zelfs de meest ontmoedigende taken uit te voeren vandaag. Je kunt verbinden met de kracht van het universum. De krachtkaart geeft aan dat je ideeën getest en verfijnd worden en dat je relaties uitgediept worden. Wat er ook gebeurt, niets zal je van de weg van de evolutie af kunnen krijgen. Terwijl de sterkte van je verbindingen duidelijker worden, zul je leren om de creatieve energie die je tot je beschikking hebt, beter te benutten. Heb vertrouwen en ga ervoor. Magische krachten krijgen vorm. Wanneer je onthoudt dat ware kracht komt van een combinatie van je inspanningen en een oprecht geloof in een hogere macht, dan is alles mogelijk. Dan kun je alles. Dus ja, voor sommigen van jullie is dit een boodschap inderdaad om mee te nemen vandaag. Mocht je op een moment komen waarvan je denkt, nou ja, het lukt me niet. Weet, als je erin gelooft, dan is alles mogelijk. Dan kun je alles. En het kan ook zijn inderdaad dat je vandaag gewoon heel erg in je kracht staat. En ja, ook de kracht hebt om de meest ontmoedigende taken uit te voeren. Zoals de kaart zegt. Dus we gaan kijken wat het elfenorakel voor jullie heeft voor vandaag. In het tarot is de krachtkaart natuurlijk de leeuwkaart. Dus het kan zijn inderdaad dat jullie te maken hebben met een leeuw of zelf leeuw in je sterrenbeeld hebben. Universum, welke boodschap van het elfenorakel mogen wij ontvangen voor vandaag? Woensdag 15 juni. Woensdag 15 juni. Die er voor jullie is uitgekomen is de kaart is de kaart waarzeggen. Ook een prachtige kaart. Je vermogen om waar te zeggen is nu extra sterk. Je bent in staat om je huidige situatie kristalhelder te zien. Dus het kan inderdaad dat je op dit moment heel erg verbonden bent met het universum, als het ware, met spirit. Dat je heldervoelend, helderziend bent of dit aan het ontwikkelen bent. In ieder geval, je bent in staat om je huidige situatie kristalhelder te zien. Het kan ook betekenen dat er vandaag inderdaad ineens een ingeving komt of dat je dit ineens helder ziet. Of de situatie anders ziet dan dat je voorheen deed. Mochten jullie een vraag hebben voor vandaag, dan ga ik nu een kaart trekken van het Engelen Antwoorden Deck. Nou, deze komt er al uit. Maak je geen zorgen. En het antwoord op de vraag, universum. Voor woensdag 15 juni, wat is het antwoord wat we mogen ontvangen op de vraag? Wat is het antwoord van de engelen? Voor woensdag 15 juni. Antwoord op de vraag is binnen een paar weken. Dus voor iedereen zal deze vraag natuurlijk anders zijn. Maar het antwoord is binnen een paar weken. Dus deze zetten we er ook bij. En dan ga ik de tarotkaarten schudden. Ik heb weer een nieuw deck. De Golden Tarot. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Dus echt een deck wat bij mij past. Alles wat blinkt. Ja, daar ben ik helemaal gek op. En deze gouden afbeeldingen, echt prachtig.
Dus ik ga hem nu voor het eerst in een reading gebruiken. Universum, graag een heldere duidelijke boodschap voor vandaag 15 juni, woensdag 15 juni. Wat kunnen we voor vandaag verwachten? Welke boodschappen mogen we ontvangen? En wat kunnen we meenemen voor vandaag? Dankjewel. Boodschappen voor vandaag 15 juni. Welke boodschap moeten we ontvangen voor vandaag? Nog 3 kaarten alsjeblieft voor vandaag. Woensdag 15 juni. En ik was deze reading al begonnen. En toen werd de video onderbroken. Maar de eerste kaart die er nu uit is gekomen, kwam er zojuist ook uit. En dat is de wereldkaart. De laatste kaart van een grote arcana. Gekoppeld aan stier, leeuw, waterman en schorpioen. Welke boodschap mogen we voor vandaag, woensdag 15 juni, ontvangen? Universum, een heldere, duidelijke boodschap. Oh, dat zijn er te veel. Een heldere, duidelijke boodschap, alsjeblieft. Nog 1 kaart. Voor vandaag, woensdag 15 juni. Oké. Onder op het dek hebben wij de kluizenaar. Maagdenergie. En ik ga jullie eerst even alle kaarten laten zien die eruit zijn gekomen. We hebben de wereldkaart. Zoals ik zei, schorpioen, leeuw, waterman en stier. Dan hebben we de kelken 3. Waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. De zwaarden 2. Luchtenergie, tweelingweegschaal, waterman. En dan hebben we hier de schildknaap van pentakels. Ik moet zelf even goed kijken, want de afbeeldingen zijn natuurlijk weer anders. De schildknaap van pentakels, aardeenergie, stiermaagd, steenbok. We hebben de koning van zwaarden. Tweelingweegschaal, waterman. En we hebben de staven 8. Vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. Dus we hebben eigenlijk alle energieën hier sterk op de tafel liggen. Maagd met de kluizenaar hier als algemene energie is eigenlijk het sterkste sterrenbeeld wat naar voren komt. En ja, ik heb het gevoel dat je op dit moment, vandaag wellicht, een beetje terugtrekt. Inderdaad, we hebben die krachtkaart. Ga diep in jezelf. Je staat in je kracht, maar ik heb het gevoel inderdaad dat jullie je een beetje teruggetrokken hebben vandaag met die kluizenaar. Dit is een innerlijk licht schijnen op een situatie. Je bent misschien iets aan het overdenken en dat heeft te maken met een einde van een situatie, het afronden van een bepaalde situatie met de wereldkaart, een nieuw begin maken, een nieuwe start maken, misschien een grote verandering, een verhuizing kan het mee te maken hebben. Of je bent bezig inderdaad met je voorbereiden op een vakantie, want we hebben de kelken 3 ernaast liggen. Dit is een kaart van vieren, vreugde. Dus het kan ook zijn inderdaad dat je bezig bent met de voorbereidingen bijvoorbeeld van een feest wat eraan zit te komen, een bepaalde viering, een huwelijk, een verloving, een geboorte van een kind, noem maar op. Of een samenkomen met vrienden. Maar dit heeft ook iets te maken met een einde, zoals ik zei, en een nieuw begin. Je zit daarover in je hoofd. We hebben hier ook de zwaarde 2. Dat is de situatie misschien niet willen zien voor wat het is. In het verleden, de dame op de afbeelding heeft een doek voor. Dus ze ziet de situatie niet voor wat het is, of wil de situatie niet zien voor wat het is. En zit in haar hoofd. Dit kan ook betekenen dat je allerlei scenario's in je hoofd haalt die wellicht niet van toepassing zijn. En het is nu, je staat voor een keuze, heb ik het gevoel. Weet inderdaad met die kaart waarzeggen wat we hier hadden van het elfenorakel, dat je inderdaad in staat bent vandaag om de situatie kristalhelder te zien. Dus ik heb het gevoel dat jullie inderdaad uit die energie van de zwaarde 2 gaan komen.
geen keuze kunnen maken. Ik heb het gevoel dat je inderdaad de situatie kristalhelder ziet en dat je inderdaad een keuze kunt maken, want we hebben hier niet voor niets de wereldkaart liggen. Belangrijk is inderdaad, volg je gevoel ook hierin met de kluizenaar. We hebben hier een schildknaap van pentakels. Dit is je situatie inderdaad tot in detail bekijken, heb ik het gevoel, met deze kaart. De schildknaap van pentakels kan ook een boodschapper zijn. Dus het kan zijn dat er een boodschap binnenkomt wat te maken heeft met familie, met je werk, met je carrière of met je stabiliteit voor de toekomst. Dit kan gaan over een nieuw begin. Iets waar je aan het werken bent wellicht. Maar ik heb het gevoel samen met die kluizenaarskaart dat je vandaag inderdaad je situatie tot in detail aan het bekijken bent. En die koning van zwaarden ligt hier. Ja, dit kan iemand zijn die een rol speelt in je situatie. Dit kan iemand zijn vanuit een instantie, vanuit autoriteiten, een professional. Het kan zijn dat een professional, het kan zelfs zijn dat jullie bijvoorbeeld met een arts te maken hebben. Of een ander soort professional, een advocaat, een rechter, noem maar op, die de situatie aan het bekijken is. En ik heb het gevoel dat er communicatie kan binnenkomen met de staven 8. Dit is een snelle vooruitgang in een situatie, dus van die zware 2 ga je naar de staven 8. En dit is een hele snelle beweging, een hele snelle vooruitgang in de situatie, doordat er communicatie binnenkomt. En ik heb het gevoel dat er vandaag communicatie binnen gaat komen van iemand die jouw situatie heeft bekeken met die schildknaap van pentakels. En dit is iets, een situatie waar jij al lang over nagedacht hebt, je teruggetrokken hebt. En iets wat eindelijk tot een einde zal komen en een nieuw begin. Die communicatie wat binnenkomt, geeft ook reden om te vieren. Dus het is een positieve communicatie, een goede uitkomst van de situatie die daar binnen gaat komen voor jullie vandaag. Kelke 3. En eindelijk kun je iets afsluiten wat misschien lange tijd geduurd heeft, waarover je in je hoofd hebt gezeten en in het ongewetende was, omdat het afhankelijk is van het oordeel van iemand anders. Iemand die inderdaad vanuit professioneel ooghoek een beslissing maakt en gaat communiceren. Dit is iemand die de waarheid spreekt, iemand die emotioneel niet bij de situatie betrokken is, die koning van zwaarden die we hier hebben liggen. Deze persoon heeft de situatie heel goed bekeken tot in detail en gaat nu komen met communicatie, waardoor je iets af kunt sluiten en dit is positief. Viering, blijdschap, harmonie en vrede hebben we met die kelke 3. Dus dit is voor vandaag een hele mooie boodschap. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Resoneer dat, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Druk op die bel, zodat jullie mijn readingen kunnen zien wanneer ik ze upload. En ik wens jullie een hele mooie woensdag 15 juni toe. En tot de volgende keer. Dag!